Chomsky is voor grote groepen wetenschappers en intellectuelen natuurlijk toch een belangrijk persoon geweest. Het is een van de grootste denkers van de 20e eeuw, zowel op politiek als op taalkundig terrein. En zelf als taalkundige is hij voor mij buitengewoon belangrijk geweest. Ik studeerde in de jaren 70 en toen was taalkunde eigenlijk een buitengewoon saai vak. Dat was gewoon beschrijven wat je vindt. En dat had, ja, het was niet zo duidelijk waarom dat leuk was. En toen kwam ik in, laat ik zeggen, begin jaren 70 ineens de transformationeel generatieve grammatica, of TGG, tegen. En dat was eigenlijk een openbaring. Voor het eerst iemand die op een meer wetenschappelijke manier nadacht over taal. En tegelijkertijd dat relateerde aan eigenschappen van de mens. Dus dat het taalsysteem een deel uitmaakt van je cognitie. En dat was voor mij echt een openbaring. Ik had nooit gedacht dat je dat zo kon bedenken. En vanaf dat moment was ik zelf ook geheel verkocht. Dus ik studeerde Nederlands, maar ben onmiddellijk algemene taalwetenschap gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Want daar zat toen op dat moment de samenzwering van generatief taalkundigen. De manier waarop hij over taal denkt, heeft natuurlijk generaties taalkundigen enorm beïnvloed. En beïnvloedt nog steeds taalkundigen. Dus misschien wel is het zo dat er nu meer weerstand is, maar iedereen die een andere theorie heeft, zet zich altijd af tegen Chomsky. Dus als er een aap ontdekt wordt die kan praten, dat is natuurlijk niet zo, maar stel dat dat zou gebeuren, dan wordt dat onmiddellijk gezien als evidentie tegen de theorie van Chomsky. Dus hij heeft nog steeds enorme impact op het veld. Het is wel een van de meest bijzondere mensen die ik op dat terrein heb meegemaakt. Zijn politieke activiteit heeft hij altijd gezien als een soort bijactiviteit en ook als een verantwoordelijkheid als intellectueel. Dus hij zegt, ik ben een intellectueel, mijn dagelijks brood is de taalkunde, daar probeer ik te begrijpen hoe taal zit. Maar dat ontslaat mij niet van de verplichting om ook na te denken over de samenleving waar ik deel van uitmaak en mijn intellectuele krachten daar ook voor in te zetten. En het mooie wat vind ik van zijn politieke werk is dat hij dat ook altijd doet gericht op zijn eigen samenleving, op de groep om hem heen. Heel veel mensen denken na over dat wat de ander doet fout is. Dus wat zij doen, dat is fout. Terwijl hij denkt eerder van wat doen wij verkeerd, wat zeggen wij eigenlijk en wat bedoelen wij eigenlijk en hoe zit dat verschil in elkaar. Hij heeft natuurlijk het meeste politieke werk gedaan over Amerika, zo van waar doet Amerika in de wereld, wat is het optreden van Amerika in de wereld, wat zeggen ze en wat doen ze eigenlijk. Dus als je kijkt naar die hele discussies over Oost-Timor of ja, noem maar op, maar die zich enorm voor ingezet heeft, dan zie je telkens hetzelfde. Punt. Hij maakt met zijn intellectuele capaciteiten, probeert hij werkelijkheid te ontrafelen en dat te relateren aan wat de schijnwerkelijkheid die gecreëerd wordt door de overheden. En dat is buitengewoon spannend. En bijna altijd ben ik het er ook volkomen mee eens, hoewel hij het vaak tot in het extreme doorvoert. Dus neem die bekende Fourisson-discussie waar die Fourisson was de man die de gaskamers ontkende. En vervolgens vond Chomsky, in Frankrijk mocht hij eigenlijk niet publiceren. Chomsky vond dat het recht op vrije meningsuiting ook gold voor mensen die onzin verkondigen. En dus heeft Chomsky ook een voorwoord over vrije meningsuiting in dat boek van die rare Fourisson geschreven. En dat heeft hem in Frankrijk bijvoorbeeld een enorme slechte reputatie opgeleverd. Maar dit is typisch Chomsky in de zin dat hij zegt van ja, het gaat mij er niet om welke mening verkondigd wordt, maar het gaat mij erom dat dat recht losstaat van de inhoud van het betoog. En dat maakt hem aan de ene kant niet geliefd bij heel veel machthebbers, want die vinden een zeur en iemand die altijd maar een linkse gevaarlijke communist. Maar aan de andere kant is er dus een groot publiek, en dat zie je dus nu ook in Nederland, waar dat toch een enorme impact heeft dat hier komt, is er toch een behoorlijke groep mensen die idee, dat gevoel van Chomsky deelt. En dat is wel mooi om te zien dat hij nu, hij is over de 80, dat hij nu nog steeds zo populair is dat de zalen vol zitten. En in feite dat ze ook nu nog vechten om kaartjes te krijgen om erbij te kunnen zijn in de Westerkerk.
iedere keer dat ik hem tot nu toe heb zien optreden of gesproken heb, straalt die man een enorm kracht uit. Het is een heel charismatische man, dus het is iedere keer wel weer leuk om zijn verhalen te horen. En die zijn ook altijd weer, bevatten die heel veel nieuwe elementen die interessant zijn om over na te denken.